Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar Gods stem. Vandaag luisteren we naar dit Bijbelwoord, Romeinen 8, vers 27. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. Ik ken je hart. Ik doorgrond je. Ik hoor zelfs mijn eigen geest spreken vanuit jouw binnenste. Want mijn geest pleit voor jou. Hij neemt het voor je op. Ik nodig je uit om dat diepe geheim te geloven. Dat ik het ben die door mijn geest zelf in jou bid en pleit. Ook als jij niet kunt bidden, dan gaat mijn geest door met gebed. En ik luister. Bid deze woorden en blijf dan nog even in de stilte van Gods aanwezigheid. God, dank u dat u bidt en luistert. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.